Echt kan. Ik was zo druk bezig. Kijk op de klok, denk ik, oh, ik moet over 2 minuten weg. Goedemorgen, het is maandagochtend en we gaan naar beneden en het is heel spannend. Hoe kan het licht opgaan? Papa is toch net al naar beneden gegaan? Die is net al open. Ja, geef me in het donker. Oeh, het is zo spannend, want Sinterklaas tijd. Nou, je kijkt in je schoen. Oh, en. Dat is een mini. Ja. En jij had juist een grote laars. Die denkt, dan krijg ik een groot cadeau. Ik dacht een mini. Want daar heb ik een beetje goed. Oh. Wat is het? Sokken. Sokken? Ja. Dat is wel leuk. Wat staat erop? Kijken. Oh, kijken. Wat is dat? Oh, dat zijn van die lage sokjes. Dat had je vorige keer gezegd dat je die wilde met sommige schoenen. Je hebt lage sokjes gekregen. Net voor het eerst op een nieuwe fiets Sarah naar school gebracht en boodschap gedaan. Ik vind dat wel heel wennen, maar ik vond hem wel heel fijn fietsen. Dus dat is echt top. En mijn laptop is klaar, mijn moeder appte me. Dus ik ga echt deze ochtend gewoon even focussen op mijn oude laptop helemaal klaarmaken. Dat alles eraf kan en over kan. Want anders dan ben ik over 3 maanden nog niet klaar en moet gewoon over. Dus voor jullie even een saaie ochtend, maar ik moet dit gewoon even gedaan hebben. Dan kan ik op die andere gewoon helemaal fris beginnen. Echt kan. Ik was zo druk bezig. Kijk op de klok, denk ik, oh, ik moet over 2 minuten weg. Ik had tussendoor wel al brood uit de vriezer gehad van Sarah. Maar het is natuurlijk niet gesmeerd, er zit verder niks in het trommeltje nog. Sarah is geen grote broodeter, dus ik doe altijd 1 boterham en dan... een rijstwafel en een paprika en allemaal dat soort dingetjes. Dat ze gewoon toch een gevarieerde lunch heeft en wel echt wat in de buik. Maar als ik bijvoorbeeld 2 boterhammen doe, dan is het over 3 jaar nog niet op. Dus, oh, en nu echt te haasten. Ik denk eigenlijk, waarom pak ik de camera nou weer? Maar ik vind het gewoon te leuk om alles te filmen. Maar dit is al even rot. Ik moet gewoon even opschieten, even snel fietsen. Dan moet ik het in principe halen. Ik sta niet alleen vandaag, dus als ik dan 2 minuten laat ben... Ik ben eigenlijk degene die altijd op tijd is. En heel veel anderen met wie ik sta, die zijn vaak wel te laat. Dus... Ach, als ik een keer dan ietsje later ben, dan moet ik ook nog wat te overzien zijn. Paprikaatje, maiswaffeltje, boterhammetje. Doe er ook maar een tomaatje in. We hebben toch een hele goede lunch. Zo. Ik kom net thuis uit de overblijf en ik heb deze meegenomen. Want ze krijgt weer koorts. Ze is natuurlijk al dagen elke keer. Nee, wel even op je bedje dan gaan slapen, schat. Want dan kan ik hier wel gewoon mijn dingetjes doen. En dan kom ik elke keer even bij je kijken. Sarah heeft net de hele tijd geslapen en die voelt zich nu wel even iets beter. We gaan dan mijn moeder mijn laptop ophalen. Dan gaat ze daar gewoon even op de bank liggen, maar gelijk even een frisse neus weer. Is ook wel lekker. En ze heeft een hele mooie tekening, die had ze al gemaakt, want het overblijven met buitenspelen trok ze het niet. Toen heb ik het er bij de juf in de klas gezet. En ik mocht doen wat ik wou? Ja, nou ja, je mocht doen wat je wilde. Je mocht of een werkje doen, of even tekenen, of even lezen. Dus, en je hebt toen lekker zitten tekenen even, dus dat was prima. En nu mijn laptop ophalen. Ik heb net echt heel veel al gedaan. Ik hoef echt nog maar een klein stukje in te halen en dan ben ik bij met alles. Ik heb ook echt zoiets, ik ga eerst dit nu gewoon afmaken. En daarna ga ik gewoon pas andere dingen doen, want ik ga echt te veel van de hak op de tak, zeg maar. En dat is echt waarom ik nooit dingen afkrijg. Maar ja, er zijn gewoon altijd dingen die moeten, weet je. Je kan wel zeggen, ik ga dit nu eerst afmaken. En weet je, ik laat allemaal was liggen. Maar ja, als je dan een week bezig bent, dan heb je geen kleding meer in je kast. Dus daar heb ik altijd wel een beetje moeite dan mee.
dat... ik kan het dan heel moeilijk loslaten, omdat ik het zo graag allemaal af wil. En ik ben daar wel beter in geworden. Toen ik jonger was, kon ik het helemaal niet. Maar ik ga nu echt de dingen doen die nodig zijn. En verder gewoon even focussen dat dit gewoon af is. En dan gewoon naar het volgende project om helemaal af te maken. Ja, de computer die moest gewoon nu eerst. Dus dat vind ik wel het handigste om als allereerste nu gewoon helemaal af te ronden. Dan is dat stukje gewoon helemaal goed. Ben ik helemaal bij. Zeker na die inbraak vind ik dat backuppen gewoon zo fijn. Want mocht er dan toch iets gebeuren, dan is dat gewoon helemaal af. Want het had echt maar een heel klein stukje geschild. Of het maar was ook... misschien nemen de boeven die zwarte laptop van je mee. Nee, die oude. Ja, maar daar is bijna alles al af. Dus daar en staat... als alles er dan af is, dan nemen ze een lege computer mee met niks ja, te doen. Ja, wie dat al bijna niet meer doet. Dus nou dan... ja, voor bijna niet meer doet. Hij doet het niet meer zoals ik hem nodig heb, zeg maar. En ik ben gewoon heel erg bang dat hij gaat crashen en dat ik dan ook dingen kwijt ben. Ja, ze hadden bijna met die inbraak ook al mijn fotobackups meegenomen. Nu heb ik gezorgd dat ik die niet alleen maar thuis heb. Dus dat ik ze ergens anders ook nog allemaal heb. Dus mocht dat ooit gebeuren door inbraak of brand of wat dan ook, dan... heb ik ze gewoon op een secundaire locatie ook nog liggen. En dat geeft mij echt veel rust sinds ik dat geregeld heb. Dat is zo fijn, dat raad ik echt iedereen aan. Want ik vind het al heel erg en heb ik echt heel veel moeite mee elke dag. Dingen die weg zijn, erfstukken en zo. Dat is niet te vervangen. Maar als dat ook nog eens weg geweest, nou, dan had je me echt op kunnen vegen. Want dan was ik ook alles van haar leven kwijt geweest. Nou, dat lijkt me zo verschrikkelijk. Dus het is een beetje een obsessie nu voor me om het gewoon helemaal af en bij te hebben. Maar het doet me ook wel weer heel erg goed. Dus ja, ik raad dat toch wel iedereen aan om gewoon dat soort dingen gewoon goed geregeld te hebben. Nou, was net even haasten. Maar ik heb mijn computer. Ik ga nu mijn oude en mijn nieuwe tegelijk aanzetten. Dus ik ga even dubbel, want alles moet natuurlijk naar de nieuwe computer. En daar moet ik ook alles op aan gaan zetten. En dan gaat hij al aan. Grappig, bij mijn oude computer moet je de knop even ingedrukt houden. Met die nieuwe doe je kort drukken en dan gaat het al aan. Hij is veel sneller, echt zo fijn. Sarah die gaat zo met Marco douchen en dan heb ik even tijd om vast wat te doen. Ja. Dan kan je ook zeggen met Sarah gaat met haar papa douchen. Ja. Sinterklaas kapotje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank je Sinterklaasje. Die was echt snel. Die was heel snel. Zo, vierkante ogen van alles, maar echt, het is zo verschrikkelijk veel. Maar ja, jullie zijn mijn gezeur denk ik zat over dat soort dingen. Ik mezelf in ieder geval echt even een bakje thee nog. En moet ik zo de beker nog maken. Oh, ik vlam echt naar mijn bed nu, maar ik wil het eigenlijk ook af. Het is nog niet eens super laat, het is wel laat, maar niet super laat. Maar goed, morgen moet ik ook nog voor twee dingen de verzekering bellen. En je hebt de Stichting Slachtofferhulp. Ik dacht vroeger altijd dat dat alleen maar was, zeg maar om te praten of zo, voor een soort therapie. Maar het is voor veel meer, schijnbaar. En daar had ik ons aangemeld. In ieder geval, Marco was al gebeld, maar je wordt anoniem gebeld. Dus als je mist, kan je niet terugbellen. Toen had ik het vanuit mijn naam aangemeld. Zou ik gebeld worden? Ook niet. Dus dan moet ik morgen ook nog achteraan. Ik had vandaag wel vanmiddag ergens even twee keer de verzekering geprobeerd te bellen. Maar toen kreeg ik ze niet te pakken. Want de wachttijd was heel erg lang. Dus morgen maar weer. Ik ben echt al dat regelen zat. En al dat gezeur zat. Maar ja, weet je, ik kan moeilijk zeggen. Ik heb geen zin meer... Laat maar voor de rest. Het moet toch geregeld worden en gedaan worden. Maar neem zo je leven over. En ook als ik dan zit te editen, dan denk ik echt... Pff, weer haar weer. Maar ja, dat is wel wat mijn leven nu op dit moment even voor een heel groot gedeelte inhoudt. Gaan we even snel verder met die computers. Ik moet echt, ik heb gekeken, zo'n ruim 200.000 bestanden overzetten. Dat is echt veel, kan ik je vertellen. Maar goed, als de dak opstaat, dan
is dat wel helemaal fijn. Kan ik alles gewoon weer. Ik heb weer veel te lang doorgegaan. Rare zin. Je snapt hem. Ik ga snel mijn beetje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.